Wat als we elke bankzitter zo'n aardbeien geven met 4 liter bier? Winnen de bovengevers of winnen de bankzitters? Een challenge die nog nooit is gedaan op YouTube. De aardbier challenge. Wat is een aardbier challenge? Als het bier niet is ingegraven onder de aarde, vervolgens wordt opgegraven, in de aardbei wordt gedaan en je dat op moet drinken binnen 2 uur. Dit is 4 liter, allebei een half krat, deze is leeg. Het is nu 4 uur, om 6 uur moeten we stoppen. Laten we beginnen. Bovengevers. Natuurlijk moeten we het bier eerst uitgraven. Toevallig weet ik dat het hier ligt vandaag. Oh, kijk dan. Fucking ziek gek. Hoppa. En dan opgraven totdat hij natuurlijk helemaal vol zit. Kost even wat moeite, maar nu heb je al aardkoud bier. Zo, een heel krat pils onder de aarde vandaan. En nu gaat het in de aardbei. Een half krat per aardbei. Gebruik altijd een emmer met water om je biertje eventjes in te dopen, zodat hij ook schoon is. Want je wil natuurlijk geen zand in je aardbei. Schuin erin gieten. We spoelen het even door naar een volle. De aardbeien zijn gevuld met bier. Aardbier challenge begint nu. Hier. Oh, even kijken of het werkt. Dit wordt wel een uitdaging, man, om hier dit helemaal leeg te drinken. Maar ja, we moeten het zo doen, want dat is de challenge. De aardbier challenge is een challenge op zich, die nog niemand heeft gedaan. Wees niet bang, we gaan blijven hier niet de hele tijd zitten, maar dit is eventjes voor het begin. En Ad. Wat gebeurt er? Waarom lekt dit? Wacht. Ja, ik ben verder dan jij bent volgens mij. Denk je dat? Hoeveel zou je wegen? Hallo, hoe de fuck drink je dat zo snel? Hoe zwaar dit zou zijn? Nou, misschien zit er 4 liter in. 4 kilo dus. Laten we zeggen dat het 5 kilo weegt ongeveer. Dat is wel een goede biercep oefening. Hoe de fuck doe je dat? Ja. Ik denk dat ik nou wel 3 bier op heb. Maar hoe doe je dat dan? Gewoon slikken. Ik kan niet tegen koolzuur. Ja, dan moet je doorheen. Je moet daar doorheen slikken. Dat is het hele probleem. Hij drinkt helemaal niet, joh. Hij giet alles in zijn shirt. Hij is raar bezig. Kijk hoeveel hij drinkt in één keer. Hoe kan dat nou? Doet het niet pijn? Jawel. Je bent helemaal niet verder gekomen, man. Die tafel staat schuin. Als je kijkt aan deze kant, hier heb jij precies wat ik net had. Kijk eens hier. Ik geloof er helemaal niks van. Kom nou eens even kijken. Hier, kijk. Niemand zag dat nou. Oh shit. Hier was ik net. Oh, daar ben ik nu. Hey. Stuur een mailtje naar bovengevers@gmail.com. Als je denkt, ik wil hier ook aan meedoen. Met ons samen. Dan kiezen wij 4 mensen uit met wie we dit samen gaan doen. En dan krijg je zo'n aardbei helemaal gevuld met bier. En dan gaan we kijken wie van de 6 mensen het snelst opkrijgt. Ja, en dan ben je gewoon de winnaar. Krijg je een dikke shout-out. Je wint verder geen geld. Ja, dit ding en 5 euro. We verkosten je reisvergoeding. Ja, maar verder. Joh. Zo kan het dus ook. Omhoog flippen. Ja. Ja, dat wist ik toch helemaal niet. Je bent een beetje dom. Ja. Dat is ook een goede thumbnail, bro. Uh-oh, hij lekt wel een beetje. Ja, maar dat heb je bij de Action, hè. 5 euro aardbei. Daar kan je niet heel veel van verwachten. Nee. Ik vind het heel wat dat hij van glas is. Ah, shit. Het bier in mijn oog. Oh. Het zit allemaal midden in mijn fucking bakjes. Dit lekt bij mij echt super erg, man. We moeten het lekken even zien te voorkomen. Nou zit hij de rest van de dag nog kutter. Jee. Dit ga ik niet meer doen, man, want dit werkt niet bij mij. Nope. Ah, kijk, het loopt echt direct op mijn filtrum. Dus dat gaan we niet meer doen. Ik ga het nu gewoon zo drinken. Het lekt inderdaad echt. Helemaal onder, gek. Ik ben helemaal nat van bier. Helemaal kut, man. Ah, super ingewikkeld, met tape. Hey, ja, het werkt. Oh nee, hij lijkt aan de onderkant nu. Je moet de onderkant dicht tapen. Kijk hoeveel. Hoe de fuck doe je dat? Ken die hele onderkant moet ik gewoon tapen. Dat, ik denk dat dat het beste is, man. En dan moet je hier eigenlijk ook nog omheen tapen. Je moet je bek houden, dat is wat je moet doen. Ik ga lekker plassen en Jer gaat in de tussentijd zijn halve ding leeggooien. Omdat hij natuurlijk niet durft om dat hele ding echt leeg te drinken. Hey, ik ben gewoon aan het drinken, man. Oh. Maar wat ben je aan het doen, man? Je moet gewoon zuipen, gek. Ik kan dat niet. Je moet het gewoon doen. Ja, maar dat lukt niet. Doe gewoon. Typen. En kreng. Ik heb mijn aardbei gefixt. Nu, als het goed is, lekt het nu niet. Kijk maar. Oh ja. Nou, daar gaan we, hoor. Oh.
Ja. Dit zijn geen tranen, dat is bier. Grrr. Wat ben je nou aan het doen? Ja, even een tapeje over jongen, mijn aardbei, jongen. Die smerige aardbei. Je moet mijn aardbei niet smerig noemen, want dat is gewoon iets wat ik persoonlijk, waar ik me heel erg onzeker over voel, over mijn aardbei. Ik heb een lekkende aardbei. Ruik je dat? Als het nou niet werkt, dan snap ik er helemaal niks meer van. Instant in je oog. Blijf. Je moet je echt niet zo aanstellen, man. Blijf. Ik kan dat niet, bro. Jawel. Dat lukt niet. Mindset. Misschien kan ik het wel, maar ik durf het niet. Durf het. Durf dan. Ik moet niet zo van lachen. Dat is heel irritant om in te knippen. Ik ga niet meer lachen deze hele video niet. Maar dat is nog niet eens een halve slok. En je gaat al over je nek. Ik kan dat gewoon niet. Pussy. Ik kan ook geen cola. Echte pussy, man. Hier zit koolzuur in. Dat maakt niet uit. Het is niet. Het doet pijn. Ja, dan ben je poes. Nee, mond open. Ik wil zien dat je het bier drinkt. Zo kan ik het ook wel. Misschien heb je wel een nep. Dit is hartstikke nep. Kijk hoe fucking ver ik ben. Ach, man. Ik ben veel verder dan jij bent. Ik heb een halve biertje op mezelf gelekt. Oh, kut. Ik dacht dat ik verder was. Maar nee, dat is niet zo. Ik heb net heel veel slokken genomen. Ja. Ga even het even recht trekken hier. Ah, mijn hele p*** is nat. Komt ie hoor. Maar is het veel of niet? Zo moet je niet denken. Nee. Het is maar bier. Dat het zijn 12 pilsjes en het lijkt meer omdat het in een aardbier zit. Wij hebben besloten om even 10 kilometer te gaan wandelen met ons bier. Wij hebben toch besloten om het niet te doen en om gewoon bier te drinken. Ik heb geen zin meer, maar je moet wel. Oh mijn god. Het is zo moeilijk om je nek te buigen en in de zon te kijken. Je hoeft hem niet in de zon te buigen als je je nek bekijkt. Oh, hij gaat ervoor. Kut, ik ga verliezen. Ja. De aardbier is al half leeg, jongen. Hij heeft gewoon 4 dikke slokken achter elkaar genomen. Oh mijn god. Nu mag jij, kom maar. Ja. Oh, nou zie ik het verschil wel goed, hoor. Oh. Eventjes anderhalf pitje atje. Pitje atje. Pitje? Ja, dat zijn toch pitjes, die dingen, die rondjes? Ja. Ik wilde mijn keel iets verder openzetten, maar dat lukte niet. Je moet helemaal krom zitten. Oké. Het is zo moeilijk. Ja, nee, jij neemt echt zieke slokken. Zou die nu even ver zijn, jongens? Nee, ik ben bang van niet. Nou, het scheelt niet veel. Dat betekent maar één ding. Oh nee. Bro, drink jij zoveel achter elkaar? Het lijkt wel alsof hij hetzelfde is. Of dat ongeveer. Is gewoon mijn perspectie. Hoe voel jij het? Ja, je lijkt nog heel normaal. Het is meer dat we dit binnen 2 uur moeten doen. Ja, voor alle 4 mensen die wij uitkiezen voor deze volgende video. Jullie gaan merken hoe moeilijk het is binnen 2 uur. Dat krijg je nergens voor 15 euro. En dan heb je ook nog eens een hele leuke tijd met deze klas. Maar hij is echt geniaal, dat weet je gewoon al. Misschien krijg je broodje kaas, misschien ook niet. Dus het kost wel 1 euro. Maar elke 4 euro is een hele worst met honing. Net als dat je dat met snotjes doet, moet je dat ook met honing doen waar een vies stukje in zit. Ga je nog een slok nemen? Nee. Als je dit normaal zou drinken, ja. Hoe lang doe je er dan over? 4 liter bier. 4 liter bier. Dat zijn 12 pils. Nou, laat ik zeggen dat als je uitgaat dat je 1 pils per kwartier of zo. Pils per uur voor 12 uur lang is echt zo tering moeilijk. Nee. Dat denk ik wel. Nee. Wat als we elke bankzitter zo'n aardbei geven met 4 liter bier? Winnen de bovengevers of winnen de bankzitters? Maar ze gaan jou sowieso niet verslaan, bro. Oeh. Ze gaan jou... Niet met Atten. Misschien Raoul. Misschien dat Raoul jou verslaat. En Milo trouwens, of ja, sorry, Milo is Mattie. Een gekke vuilnisbak. Ja, Milo, je bent een zieke vuilnisbak. Mattie. Nou ja, je bent niet ziek, maar je bent wel een vuilnisbak. Ik denk dat het een strijd tussen jou en Mattie wordt. Mattie, je hebt het over Raoul, je hebt het over Milo, je hebt het over Mattie. Wat bedoel je? Oh. Challenge ons. Doe het. Doe het, alsjeblieft. Alsof je oud karton aan het drinken bent. Ik denk dat de bankzitters best wel ervaren zijn met dit drinken. Vooral Milo. Vooral jij, Milo. Ik denk dat jullie best wel ziek zijn in jullie hoofd. Alleen... Wij zijn zieker. En nu weer even serieus. We gaan door naar het weer van morgen. Nee, we gaan niet door naar het weer van morgen. Grapje, hè? Zo.
Ja, hey, even dat jullie het weten. Jer gaat zich nu verstoppen en ik heb 1 minuut tijd om hem te vinden. 60, 59, 57, 53, 49, 38, 64. Ja, ik wacht nu gewoon zolang ik denk dat hij verstopt is en dan ga ik gewoon zoeken. Simpel. Doe eens even niet zo serieus, joh. Wat lekker zeg. Je moet jezelf wel een beetje verwennen, hoor. Och, och, och. Het is nu ondertussen 5 minuten verder en Jer heeft wel een plekje gevonden, denk ik. Jer, waar ben je? Oh, fuck. Het hele gordijn kapot. Nee, oprecht. Het hele gordijn is kapot. Hey, wat hoor ik daar? Is dat Moena? Of is het Jer? Als je niet weet wie Moena is. Een van de bankzitters. Ik bedoel, mijn hond. Hey, ja, dat is Moena. Jeremy! Ik ben een beetje dom dat ik niet gelijk in de kelder ga kijken, maar... Hier staat een aardbei met bier. Een aardbier. Oeh, ik ben helemaal uitgeput, man. Waarom is het gordijn dicht? Nou, omdat het dan beter uitlekt. Het zou wel heel dom zijn als hij daar gaat zitten. Jer! Hallo, ik heb hem gevonden. Nee, dat is niet Jer. Want Jer heeft gewoon een hoofd. Oh, wat is dit? Oh, ik dacht even dat dit... Lijkt wel een beetje op Jer, toch? Onder een bed kan hij niet zitten. Dus hij zit of in deze kast, of achter dit hele kledingrek. Wat ik me niet kan voorstellen... Oh mijn god, volgens mij heb ik iemand gevonden. Volgens mij heb ik de worstetende honingmeneer gevonden. Yup. Ik kan zeggen wat je wil, ja. Het is wel een goede plek. Zag je me makkelijk? Ja. Niet voordat ik zeg maar die kleding aan de kant haalde. Dat is zo moeilijk. Maar is verstoppertje op terrein of alleen in huis? Weet ik veel. Alles wat te maken heeft met het huis, daar mag je je verstoppen. Ja. Oké, okay, alsjeblieft. 56, 55, 52, 51. Ik moet eventjes dit pakken hoor. Ik ga het nooit vinden. Ik ga het nooit vinden hier. Misschien is het niet heel slim, want ik heb zo'n gevoel dat hij mij heeft gehoord toen hij de deur uitging. Maar ja, hij is wel zat. 2, 1. Ja, sowieso dat hij boven zit. 100 punten dat hij boven zit. Ik wilde dus eigenlijk achterin gaan zitten. Kom ik erachter dat daar een band ligt. Daar is nog wel plek. En ik heb geblindeerde achterramen. Hij bedenkt dit sowieso niet. Hij bedenkt niet dat ik in mijn auto kan gaan zitten. Dit ziet er heel raar uit. Wat ligt daar? Lijkt wel een beetje op Jer, toch? Dit is zijn kamer. En ik weet dat die deur niet zo open stond als dat die stond. Er zit hier iemand. En waar zit de jonge man dan? Waarschijnlijk ga ik hem niet kunnen vinden. Want hij weet rare plekjes in dit huis. Waar is die? Ik weet echt niet waar die is. Ik hoorde hier net shit. Wat? Waar is die dan? Waar ben je? Baby. Ik heb overal gezocht. In de kelder, op je kamer, op de badkamer, op de nog een keer badkamer. Op terrein. Luister goed naar wat ik zeg. Ik ben op terrein. Ik weet het al, ik weet het al. Ik ga niet mee op raad. Jer heeft zojuist opgehangen, omdat hij zegt dat hij weet waar ik ben. Ik weet zeker dat hij niet weet waar ik ben. Ik weet echt niet waar hij is. Hij is weg. Hij is oprecht weg. Op terrein, zegt hij. Hij is sowieso niet op terrein. Bro. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, mijn god. Dan weet ik gewoon een plek niet die jij wel kent. Waarom doet je poort dicht? Ik snap er helemaal niks van. Waarom doet je poort dicht? Waar ben je dan? Ik zei het toch? Hij komt gewoon via de voordeur. Waarom de fuck zoekt hij niet in mijn auto? Kom op, man. Nee, je gaat toch niet mee dat hij de deur dicht gaat doen? Wat? Nee, joh. Wat? Maat. Nou, man. Maat, kan je me echt niet vinden? Nee. Nee, ik zweer het. Bro, ik ben op elke kamer geweest die ik ken. Nee, dat is niet waar. Nee. Nou, jij hebt een kamer nog niet doorzocht die je allemaal al te goed kent. Wat? Ik zag je net 2 keer lopen. Je zag me 2 keer lopen? Nou, bro, ik hoor hier shit boven. Hoe de fuck dan? Ik denk dat je een beetje psychedelische gekke dingen aan het drinken bent. En weer bij de badkamer bent. Hou op. Ik kan nu uit het raam zien, Jer, waar jij bijna tegenaan wil.
Hij is buiten ergens dan, of wat? Je had heel goed kunnen zien waar ik nu was. Ik liet het beeld zien, maar je zag het niet. Kijk even goed naar waar ik ben. Ja, ik kijk niet naar waar jij bent. Waarom kijk je niet naar waar ik ben? Oh, wacht. Misschien weet ik het niet. Hoe de fuck heb ik dit niet gezien? Hij zit gewoon in de auto, maat. Ik liep hier zo hard. Dit is wel voorbij. Gewoon op terrein, hè? Dit is zo'n goede plek. Het is wel echt klein achterin, zeg. Ja, hè? Zo de knetter. Ik kan niet meer. Ik zie echt helemaal niks. Ik kijk Jer tegen de zon ziet in. Helemaal niks. Ik weet echt niet. Zo de knetter. Hij is zo krokant dat er gewoon een stukje afbreekt. Ja, bro. Ik heb gewoon een zontosje. Lijkt wel echt alsof ik in een reiswoning woon. En dat is ook zo. Nou, nee. Het is niet, niet dat ik in een vrijstaande villa woon. Ik woon niet in een villa, bro. Komt-ie, hè? Ah, shit, man. Laat mij eerst drinken. Ik snap nog steeds niet hoe je zoveel drinkt in één keer. Ja, maar hij is ook gewoon bijna leeg, joh. Ja, klein stukje. Ik ben verder. Oh, mijn god. Ik hoop dat alles scherp is. Als dit kleine beetje nog maar een klein beetje meer dronken is, dan ja, valt het mee. Maar dat is 4 bier. Nee, man, dit is niet 4 bier, gek. Hoeveel dan? Are you a conspiracy theory guy? Yes. Oh, kijk hem gieten. Wanslok. Het lijkt op water, maar dat is het niet. Het is niet omdat het uit een tuutje komt dat het water is. Godverdomme, dat merk je toch ook wel aan onze reacties en zo. One more time. Waarom wil je dit dop open krijgen? Even ruiken hoeveel het is. Zuipen, gek. Eén slok. Hey, Bermer. Jij bent veel... Ik heb je ingehaald. Door middel van gewoon altijd. Ja, dat is de kunst van maken. Voor de mensen die zich afvragen waar de fuck ben ik aan het kijken. Iets nieuws. Top. Ik ben echt... We zijn nu al zo ver in 1 uur. Dat is niet normaal. Dit gaan de bankzitters nooit fixen. Tenzij ze ons laten zien dat ze het fixen. Door ons van ons te winnen. Maar je merkt wel aan hoe ik nu praat dat het niet helemaal normaal gaat. Als je raadt wat ik nu lees, krijg je 10 euro. Het is echt knapperig. I stick dadelijk in mijn knapperie boede. Because I am laughing a lot. Love. To you. Wow. Ik ga een horloge maar weer eens omdoen, want die heb ik al vanaf het begin van de tijd niet op, omdat die anders helemaal onder het zand kwam te zetten door het begin van de video. En nu is het gewoon 54 minuten knallen. Ja, bijna op, man. Ik kan gewoon iets beter tegen drank dan de meeste mensen. Als je raadt hoe lang ik ben, dan krijg je kans om mee te doen met de challenge waar we het al eerder over hebben gehad. Ja, wie is er verder? De meneer met de tape. Ja, ik wil niet meer. Je moet niet roggelen, man. Dat is veel te moeilijk, man. Holy shit, ik pis in mijn broek, gek. Ik zei alleen maar dat ik moet plassen omdat ik Jared de camera wilde geven. Ik weet niet of ik hem eerder op ga krijgen, hoor. Maar ga je sowieso niet fixen. Oh. Is het moeilijk of niet? Nee. Het is misschien nog 1,5 pils of zo. En het is nu letterlijk 6 minuten later. Hoe drink je zoveel? Stop, laat mij eerst drinken, jongen. Kijk hoeveel hij heeft en hoeveel ik heb. Bra. Over bro gesproken, hè? Broodje. Wat de fuck is er iets raars met mijn haar gebeurd? Ik ben benieuwd hoe lang deze video gaat duren, joh. Best wel lang. Denk je? Ja. Hoe lang denk je? 2 uur. 2,5. Nee, max 20 minuten. 13 minuten 41. 4 liter bier is veel te fucking veel. Oh yeah. Het lukt niet om op te staan. Ik zal even de vertaling doen. Het lukt niet om op te staan. Jer, ik ga me verstoppen en jij hebt 10 minuten om mij te zoeken. Jer, wat ben je allemaal aan het doen? Oh mijn god. Als je 4 liter bier kan drinken binnen 2 uur. Oh mijn god. Ik ben zo tering ver. Ik hoef echt nog maar 3 slokken te nemen of zo. En dan ben ik klaar. En ik moet nog heel veel. Ik moet nog 3 bier of zo. Dit is helemaal warm en koolzuurloos. Doe je nog moeite om te filmen? Ja. Kijk ernaar. Dit is zeg maar nog ongeveer een halve pils, toch? 2 slokken. 3. Godverdomme, dan drink ik het ook helemaal leeg. Go. Ja, dat is echt helemaal leeg. Ja. Meer licht dan dit, dan ga je niet krijgen.
17:23. Ik heb nog letterlijk 37 minuten over van de 2 uur die we bezig zijn geweest. 1:37 voor 4 liter bier. De challenge complete. Jullie kunnen allemaal denken dat het fake is, maar het is hartstikke echt. Bankzitters, collab, ik wil jullie dit ook zien doen. 1 miljoen abonnees, dat kunnen wij ook toch? Ja, ja, ja. Ik moet zeggen dat ik wel zat ben, maar niet zo zat dat ik denk van, oh, ik kan echt niet meer, man. Nee? Ik wil niet meer. Ik weet niet waar ik moet zijn. Ik heb het zo moeilijk. Aardbeer-challenge, gefixt door Jurian van Bovengevers. En Jer is de loser. Jer is nogal kom. Als dit geen challenge is, dan weet ik het ook niet meer. Jij gaat nogal bad. Ja. Jer heeft net echt keihard lopen kotsen van 4 liter bier binnen 2 uur. En dat is best wel begrijpelijk. Dus hij heeft eigenlijk gewoon keihard verloren. Het stinkt hier koud erg naar kak en naar kots. En Jer is helemaal de weg kwijt. 4 liter bier binnen 2 uur is echt veel te veel. Niet voor mij, fucking doen. Niet wel voor Jer. Niet fucking doen, alsjeblieft niet. Nee. Kun je alsjeblieft weggaan? Ja hoor. Dag. Oh my fucking god. Helemaal verrot, naar de kloten, naar de uien, naar de tyfus, zoals we dat in noemen. Ik woon in Utrecht. Ik wil niet weten waar jullie weten dat ik woon. Fijn dat jullie hebben gekeken naar deze video. Volgende video weer een andere video. Logisch, doei. Overgeven, overgeven zou je ook voor onder.